Goedemorgen allemaal. Ja, we zijn er bijna. Laat is het. Nog, zegt hij, 10:30 komen we aan. Ja, de mensen bepalen, die heb ik het zaaknummer gegeven. Het zijn eigenlijk diegenen wat hier verbonden zitten aan de blauwe boekmensen. Die gaan ook mee naar de rechtszaak. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, dat is Max. We gaan ervoor. Ja, Dennis. Dat zijn ook de mensen wat bij artsen bewaren zitten, jongens. We gaan ervoor. Ik heb er zin in. Ja. Zwaar weekend gehad, zoals je ziet. Ik heb me totaal niet kunnen voorbereiden. Ja. Wodka gehad. Dus ik heb er zin in. Boeit me ook lekker niet. Waarom moet je je voorbereiden, jongens? Ik heb een blauw boek bij me. Ja. En we hebben al een... We hebben al een vrijspraak. We hebben al nul. Want bij het Centrale Kassenbureau zei ik ook... Ik kom pas... als ik kom, dan kom ik met mijn woorden. Dus, en daar is nul op. Nou, die woorden zitten nou in een blauw boek. Best wel spannend. Dus kreeg ik net een mooi berichtje van het ziekenhuis in Leiden. Er hangen spandoeken buiten, jongens. De artsen, de verpleegkundigen, doen niet meer mee. Doen niet meer mee met het mondkapje. Doen niet meer mee met die onzin. Zoals ik zei, de Great Awakening is bezig, jongens. Het is gewoon duidelijk. In alle landen is het nou bezig. Zelf denk ik ook dat deze rechtszaak... gestuurd is, ja, die hebben me gewoon laten gaan dat hier. Van ja, die gek die stopt dan niet. Ja, die heeft zijn dingen, zijn bewijzen en die stopt niet, die wil doorgaan. Daarvoor zelf denk ik dat ze dit hebben toegestaan. Dat ze me gewoon hebben laten gaan dat hier. Om dit naar buiten te laten brengen. Want zoals je ziet, in meerdere landen komt nou naar buiten dat corona nep is, dat de regels nep zijn. Dat het niet mocht, ja, dat het gewoon ja, gedaan was omdat alle landen bedrijven zijn, jongens. En dat is wat er nou gebeurt. Dus zelf denk ik, ja. Tot ik dit mag doen. En ja, graag. Dankjewel. Als jullie me hiervoor hebben laten, voor het karretje hebben laten spannen. Heel graag. Ja. Alleen weten dat als ik dadelijk met een vrijspraak thuis kom. Ja, diegene wat die kinderen van mij hebben beschadigd. Ook mijn één poot. Of de naam van die jongens hebben papier hebben gezet. Ja. Morgen rijd ik met mijn brommeltje naar Brussel. Ja. Naar een rouw. Jullie gaan hangen. Het Europese Hof. Ontvoering. Ja. Mensenrechten zijn geschonden. En geloof me. Jullie zijn jullie beschittingen kwijt, dat beloof ik je bij deze. Dus hoop voor jullie dat deze rechtszaak niet goed afloopt voor mij. Ja? Want dan zijn jullie alles kwijt. En dat beloof ik je bij deze. Bijt ik bij hemel en vast. Ja? Echt, dat is echt, dat is een belofte. Want ik ben nog altijd boos op jullie. Dan vergeet dat niet. Nou jongens, fijne dag. 11:30 komen we live. Laten we hopen met een overwinning. Goedjes.